Ondernemers, die houden hun hart vast. Ja, want steeds vaker, als je dan toch die snotneus hebt en je test even, dan verschijnt er toch dat tweede rode streepje op je coronatest. Het aantal positief geteste mensen is de afgelopen week verdubbeld, blijkt uit cijfers van de GGD. En aan de nachtmerrie van een nieuwe lockdown moeten niet alleen wij, maar ook ondernemers natuurlijk niet denken. Zeker niet ondernemers die nu nog aan het herstellen zijn van grote financiële klappen die zij tijdens de pandemie hebben gehad. Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland doen nu een beroep op hun achterban. Want als we dan met z'n allen ons best doen om besmettingen te voorkomen, dan ook echt allemaal, plukken we daar uiteindelijk de vruchten van. We hebben gevraagd aan onze achterbannen om vooral al hun protocollen, hun sectorplannen die ze hebben gemaakt, om die uit de kast te halen en alvast met hun leden te delen. Om te voorkomen dat er meer besmettingen optreden. We doen ook een beroep op de overheid, waarbij we zeggen, luister overheid, u vraagt van ondernemers om de boel op orde te hebben. Wij werken daar hard aan. Maar dat betekent natuurlijk ook dat we moeten weten dat de overheid zijn zaakjes op orde heeft. Dus dat is ook heel belangrijk. En vervolgens is het natuurlijk de vraag aan ons allemaal om er rekening mee te houden dat we ja, die basismaatregelen die we ooit hadden, dat we die echt nodig hebben om te voorkomen dat we weer in een escalatie, in een lockdown terechtkomen. We horen het nu vanuit MKB Nederland zelf, dat zij aan hun eigen achterban vragen, kom alvast met die plannen, want mogelijk weer maatregelen nodig. Vind je dat verstandig dat ze daar nu mee komen? Nee, ik denk dat je iedereen wel weer moet wakker schudden. Van jongens, laten we met z'n allen weer een beetje wat voorzichtiger zijn. Ja. Aan de andere kant, heb je er nog fut voor? Nou, ik wou net zeggen, hebben we er allemaal nog fut voor? Wie je spreekt zegt, oh wat is het lekker dat we met dit weer lekker op een terrasje kunnen zitten. Jong en oud die afgelopen weekend naar een festival geweest is, die zegt, oh wat heb ik dit gemist, wat is het genieten. Dus het blijft gewoon heel erg lastig. Ja, laten we hopen dat het niet hoeft. Nee.